Goedenavond, welkom bij een nieuwe aflevering van Focus, het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering voert overleg met luchtverkeersleiders, acties opgeheven. President Santokki installeert nieuwe leiding rekenkamer. Omzetbelasting gaat met ingang van 1 oktober naar 12%. Concrete voorstellen moet toerisme dialoog opvoeren. En stop met twijfelen en laat je vaccineren. Een regeringsdelegatie onder leiding van president Chandrika Prasad Santokki heeft zich samen met de vertegenwoordigers van de Suriname Air Traffic Controllers Association, SATCA, gebogen over vraagstukken de luchtverkeersleiders rakende. Heet hangijzer bij de bespreking was het proces tot verbetering van de rechtspositie van de luchtverkeersleiders. De meeting vond op maandag 27 september plaats op het kabinet van de president en had een constructief verloop. De acties van de bond zijn als gevolg van deze meeting opgeheven en partijen zullen verder in dialoog treden om oplossingen voor de vraagstukken van de luchtverkeersleiders te bewerkstelligen. Het was eigenlijk dus de herwaardering van de luchtverkeersleiders. Er zijn wat andere zaken besproken, maar de main focus van de bond is voor nu de herwaardering. Er zijn wat afspraken gemaakt over en weer. We gaan dus, het resultaat is niet helemaal bevredigend, maar waarmee ik wel tevreden ben is dus dat nu de zaken gemonitord zullen worden door het kabinet van de president. En de VP staat ook erachter. Dus tot nu toe geeft dat toch wel enigszins een goed gevoel. De bond of het personeel is in actie. Wat worden de vervolgstappen? De actie wordt opgeheven vanaf morgenochtend. Het werk wordt hervat en daarna starten de gesprekken weer met het ministerie. En zijn er nog afspraken gemaakt ten aanzien van vervolgontmoetingen om dus te werken aan de oplossing? Ja, dus 15 oktober hebben we een tussentijdse meeting met het clusterteam die zich buigt over dit vraagstuk. En dan van daaruit zullen we verder kijken welke richting we opgaan. En is er al een tijdsbestek uitgetrokken voor binnen welk termijn aanzienbare resultaten gerealiseerd moeten zijn? Zoals besproken daarnet tijdens de meeting is afgesproken dus dat we na 30 dagen, dus binnen 30 dagen, er resultaat zichtbaar zou moeten zijn. Sjaan Boendi is de nieuwe voorzitter van de Rekenkamer. Hij zal ondersteund worden door de nieuwe ondervoorzitter Siska Bonjanski en plaatsvervangend lid Farin Ramdin. Het drietal is op maandag 27 september op het presidentieel paleis door president Chandrika Prasad Santokki beëdigd. Bij die gelegenheid zei het staatshoofd dat de Rekenkamer midden in de samenleving moet staan en een baken van vertrouwen moet zijn dat er deugdelijk toezicht is op het geld van de samenleving. Wij voeren nu naar het moment van de beëdiging. Zo waarlijk helpen mij God Almachtige. Dank u wel. De Rekenkamer vervult een belangrijke rol in een democratische rechtsstaat. Het gaat immers om controle op bestedingen van geld van de samenleving
en geld van de bevolking, dat dient zeer zorgvuldig te geschieden. Controle helpt de regering, de administratieve autoriteiten en de parastatalen om hun organisatie te verbeteren. Een deugdelijke controle en verslaggeving bevordert ook het vertrouwen van de samenleving in het bestuur. Dat herstel van vertrouwen is dringend noodzakelijk. Dezezijds wordt er dan ook een beroep op u gedaan dat u intensief communiceert met de samenleving. De rekenkamer moet midden in de samenleving staan en moet een baken van vertrouwen zijn dat er deugdelijk toezicht is op het geld van de samenleving. Laat daarom ook naast uw formele verslaglegging u ook de samenleving bedienen met uittreksels daarvan in de voor de samenleving begrijpelijke, eenvoudige taal. Uw voordracht draagt de goedkeuring van zowel de Nationale Assemblée als ook de regering, de wetgevende macht en de executieve. Dat betekent dat u een breed vertrouwen geniet om uw functie, het bewaken van de gelden van de samenleving, naar behoren te kunnen uitoefenen. Ik wens u namens de regering veel succes toe in het uitoefenen van uw zeer belangrijke taak bestemd voor de samenleving. Laat goed toezicht uw missie zijn en laat rekenschap het product daarvan zijn. Gefeliciteerd met jullie installatie, voorzitter, leden van de Nationale Assemblée. Ook gefeliciteerd, alle anderen gefeliciteerd. God bless you. Vandaag is de beëdiging geweest van mijzelf en mijn twee overige collega's. Nu staat het echte werk. Wij gaan nu inventariseren wat wij vooral nu moeten gaan doen. We hebben alvast in de wandelgangen gehoord dat wij op 11 oktober al een presentatie moeten geven aan de DNA. Wij gaan alvast daaraan werken. En natuurlijk ook kijken wat wij in eigenlijk de wetten, wat de wetten zeggen, om ook te voltooien. Ik kan nu al zeggen dat het een heel uitdagende periode is. Vooral met alle toetsingsnormen, de wetten en ook het vertrouwen dat de president heeft uitgesproken naar ons toe. Dus ik wil mij alvast klaarzetten daarvoor, zodanig dat ik mij kan eigenlijk terugvinden in het uitvoeren van de werkzaamheden. De Belastingdienst heeft officieel bekendgemaakt dat met ingang van 1 oktober 2021 de tarieven van de omzetbelasting gewijzigd en vastgesteld zijn op 12%. De verhoogde OB geldt voor de levering van belaste goederen die in Suriname zijn vervaardigd en het verrichten van diensten die zijn genoemd in de bijlage 2 van de wet omzetbelasting. Vanaf 1 oktober kunnen belastingplichtige ondernemers die belaste goederen leveren en belaste diensten verrichten, de reguliere aangiftebiljetten gebruiken voor het doen van de maandelijkse aangifte en het betalen van de omzetbelasting. De Belastingdienst geeft aan cliënten door dat zij in de kolommen 3 en 4 van het aangiftebiljet het tarief van 12% voor de belaste levering en verrichte belaste diensten moeten vermelden. De op het formulier voorbedrukte 10% en 8% mag handmatig gecorrigeerd worden. De kolommen 5 en 6 van het aangiftebiljet mogen de ondernemers gebruiken om de ontvangen vergoedingen voor belaste leveringen en belaste diensten die voor 1 oktober 2021 zijn verricht aan te geven. Verder is de vrijstelling voor kleine ondernemers verhoogd van 6.000 SED naar 24.000 SED omzet per jaar. Het instellen van een interministerieel toerismecoördinatiecomité
en per kwartaal overlegmomenten voeren, zijn twee van de vele voorstellen die naar voren zijn gekomen tijdens het toerismebewustwordingsevenement op maandag 27 september. In verband met Wereldtoerismedag heeft het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme samen met de private sector in Residence Inn aan de Anton Drachtenweg deze live event gehouden. Het doel was om het toerisme-dialoog met de publieke-private sector op te starten met betrekking tot de sociale, culturele, politieke en economische waarde van toerisme. In het volgende verslag brengen wij u enkele indrukken van het event en een statement van de president Santokki in het kader van Wereldtoerismedag. Ik ben blij dat we vanavond met actoren hier samen kunnen zijn, hoe klein dan ook. Want dat bewijst dat de behoefte om een next step weer te gaan maken, ondanks we nu in een vierde golf zitten, dat wij die verantwoordelijkheid nemen, het voortouw nemen en ook demonstreren. En daarom ook dank aan de sponsoren, omdat deze avond ook mogelijk is gemaakt door hun. Dat we met z'n allen gaan moeten bundelen. Want dat is die inclusiviteit. We gaan niemand moeten achterlaten. Vanaf die dossiervrouw tot de taxichauffeur. We moeten met z'n allen gaan werken aan onze klantgerichtheid. We gaan de randvoorwaarden moeten creëren en er zijn twee goede voorstellen. Laat me het goed verwoorden zodat de mensen ook niet verkeerd begrijpen. Er zijn heel veel voorstellen hier gedaan. Twee wil ik gelijk meenemen. We hadden al eerder een interdepartementaal toerisme coördinatiecommissie. Het heeft ons aandacht. We gaan kijken hoe wij dat weer in elkaar kunnen zetten. En ten tweede, we hadden ook één keer per maand een borrelavond met de private sector, waarbij wij issues gingen presenteren en dat ook bediscussiëren. Ik wil hier, minister, met uw goedkeuring het voorstel doen dat wij beginnen met minimaal één keer per kwartaal zo'n con macandra, zo'n zetting waarbij wij zaken die we bespreken, dat we kunnen monitoren, dat we voorstellen kunnen aandragen, dat we knelpunten kunnen bespreken. Helemaal dus goed. Ik stel dat voor en laten we ernaar werken dat we samen met de private sector aan die twee punten gaan werken en de rest van het hoopje gras laat ik voor de minister. Ik denk dat we een samenleving zijn die erg tolerant. We zijn tolerant. En we moeten trots zijn op wie we zijn. Of wie we mogen zijn. Ik denk dat dat ons bindmiddel moet zijn wanneer we praten over gendergelijkheid, armoedebestrijding. Dat we elkaar ook succes gunnen. Hoe klein die ondernemer ook mag zijn. Of dat die misschien, niet omdat die een dossierverkoper is, dat we die business niet gunnen. Maar dat wij die ook gaan meenemen
in het verder ontwikkelen van zijn of haar producten. Ordening, toerisme kan ik verder samentrekken. En verder promotie. Ja, hoe willen we Suriname positioneren? Want dat is een belangrijke hamvraag. En daar gaan wij zeker met jullie moeten terugkoppelen. De private sector. Maar ik vraag direct ook aan de private sector. Zoek geen gelijk in wat je wilt verkopen. Laten we kijken naar het groter geheel. We zoeken allemaal het beste in de toerisme sector. Het draait allemaal om rendement. We willen meer inkomsten hebben. Maar laten we onszelf binnen dat geheel ook de juiste plek geven. Het vraagt wel van de ondernemers om in het toerisme veel geloof in eigen kunnen en creativiteit om hun activiteit weer goed op te starten. Ons land beschikt over een grote hoeveelheid aan ecosystemen die kunnen worden ingezet voor natuurtoerisme. De strategie van natuurtoerisme kan voor een minder ontwikkeld land als Suriname de mogelijkheid bieden om zowel de ecologische diversiteit te behouden als economische voordelen voor de lange termijn te garanderen. Ook in deze moeilijke dagen zie ik lichtpuntjes om toch te ondernemen in de toerisme sector. Ik zie in de praktijk in Suriname hoe creatief mensen worden. Ik zie het in de horeca, de reisorganisaties, de recreatieoorden, de transportsector en de tour operators. De overheid ziet het als haar kerntaak veel meer te doen voor de toerisme sector. We gaan veel meer moeten doen om Suriname te promoten op de wereldkaart en het pakket aan producten verder te ontwikkelen om een aantrekkelijk land te worden voor inkomende toeristen. Daarvoor is een goede infrastructuur in het land nodig om de toeristische plekken te bereiken en de beschikbaarheid van kapitaal en wetgeving en regelgeving om de sector goed te reguleren. We moeten de culturele, sociale, politieke en economische waarde van toerisme voor ons land en ook de wereld niet onderschatten. Tegen deze achtergrond zal toerisme onherroepelijk verder groeien, terwijl ze steunt op de verhoogde globalisatie en op haar beurt eraan meebouwt. Toeristen zijn vertegenwoordigers van sociale verandering. Terwijl ze zelf op zoek zijn naar verandering, veranderen ze in hun bestemmingen en worden ze soms veranderd door hun eigen ervaring. Suriname heeft veel te bieden aan internationale reizigers in termen van sociale en culturele producten, maar ook voor de lokale bevolking is recreatie in eigen land van groot belang. De COVID-19-vaccinatie beschermt mensen tegen ernstige ziekte en overlijden. Voor de beste bescherming kunt u kiezen voor één van de vier vaccins die in Suriname beschikbaar zijn. Doordat er dagelijks verspreiding van het virus binnen de gemeenschap plaatsvindt, is de kans dat u besmet raakt nog steeds groot. Het zorgsysteem is momenteel overbelast en een kans op een goede medische zorg is niet gegarandeerd omdat er geen plek is in de ziekenhuizen om mensen op te vangen. Het allerbeste is om u ten alle tijde te beschermen tegen mogelijke risico's. Vaccineren is een manier om jezelf te beschermen. U kunt kiezen uit de vaccins AstraZeneca, Moderna, Pfizer en Sinopharm. De dagelijkse vaccinatiespots kunt u bekijken op de Facebookpagina van NCT Suriname en op de website laatjevaccineren.sr. U kunt ook bellen naar BOG via 178 voor meer informatie. Vergeet u de Mohana-regels niet. Bescherm uzelf en anderen tegen COVID-19. We zijn gekomen aan het einde van Focus. Ik bedank u voor uw aandacht. Goedenavond.